Jongens, dit is echt jeugd voor mij. Knights Emergent, een spel die gewoon, ja, echt. Je moet dat zien na het intro, want het is gewoon een fantastische game. Ik heb hem helemaal doodgespeeld vroeger. Deze ga ik kopen en ik heb hem gekocht en ik ga hem spelen voor jullie op Bayertown. Tot na het intro. In een vreemd land gaan we beginnen met spelen. Het spel is natuurlijk een heel oud spel zoals je ziet. Maar ik ga kijken of ik het nog een beetje onder de knie kan krijgen. Want het is lang geleden dat ik dit spel heb gespeeld. Zeg, wauw. Dit is het kasteel. En het kasteel heeft goederen nodig. En die goederen, daar kan je dus, die gaan ze halen om die paden te maken. Kijk, die stenen worden gehaald hier zoals je ziet. En die worden naar die mannetjes worden ze gebracht. Maar er moet natuurlijk ook meer van die soldaten worden gemaakt. En hoe we dat doen, dat weet ik niet. Huppakee, ik heb een school neergezet en dan maken we hier de paden aan. Hup. Kijk, ze graven, joh. Nou, ik kan ondertussen wel even wat chocomel halen. Zijn ze serieus nog bezig? Ik had verdomme in de tussentijd al 3 scholen kunnen maken. En de school is klaar en nu kunnen we dus bediende bouwvakken, steenhouwer, houthakker. Nou, houthakker gaan we maken. Moet ik ook een strijder maken, dus we nemen een even kijken hoor. Wacht jongens, ik ga gewoon wat bouwen, want dit duurt te lang. En dan kom ik zo weer terug wat ik heb bereikt al. Nou mensen, dit is mijn stadje aan het worden. Het wordt al best wel aardig. Oh, er gaan mensen dood hier. Ja, ik snap er niks van. Hè. Staan ze heel de bij die wijngaard. En hebben ze iets van, ja ze hebben honger. Maar ze blijven gewoon staan, weet je. Omdat ze niet verder kunnen bouwen, maar dan stoppen ze niet. Nee, dan gaan ze sterven tot... Ja, nou ja, het is raar. Nou, dat doe je nog even, want hier staat een wachttoren wil ik hier hebben. En nog een hele grote school waar al die gasten in kunnen. Al die recruit mannetjes. Het is echt heel simpel. Je kon wat nieuwe gebouwen maken. Ik kon namelijk, zeg maar, de... Ja, je hebt hier zeg maar de leerlooierij. Zo heet dat dan. Maar de... Even kijken. Ik heb eerst natuurlijk de veefokkerij gemaakt. Dus de varkensfokkerij. En toen heb ik de slager gemaakt. Dus de varkens worden hier gefokt. Dan gaan ze naar de slager. En van de slager kunnen we weer worsten van maken. Maar hier kun je ook de leer laten maken voor bijvoorbeeld... panzering of ja, gewoon voor je schilden, weet ik veel wat ze allemaal doen met die panzers. Ik heb sowieso niet zoveel verstand van de middeleeuwen, maar het is best wel een logica, weet je. Kijk, hier wordt wijn gestampt, die komen van die trossen. Die wijn wordt weer in vaten gemaakt, die vaten komen weer bij de boer. De boer verkoopt ze weer voor drink te geven aan alle arbeiders en zo gaat het door en door. Nou, ik zie hier, deze heeft een slager nodig en hebben wij een slager in huis? Ik ga eens even rondspieken of wij een slager ergens hebben. Volgens mij niet. Dus wat ik dan ga doen is bij de school gaan wij gewoon een slager even laten maken. Hier, een slager. Nou, die wordt gedaan zo. Is de boer al aanwezig hier, de slager? Even kijken, zit hij al binnen? Ik zie nog niet dat hij binnen zit. Waar is onze slager? Hier loopt hij. Nou, hij zal snel binnen gaan, denk ik. Kijk eens hoeveel mensen ik heb aangenomen. Ik heb te veel mensen aangenomen. Moet je kijken, die hebben allemaal niks te doen. Nou, wijnvaten heeft nog maar 1. En hoeveel hebben we die hier? Holy shit, we hebben nog maar 0 wijnvaten, jongens. Dat betekent dat we meer wijnvaten moeten maken. Anders zit iedereen zonder eten, gaat iedereen dood. Dat is een beetje kut. Oké, ik ga meer van die wijndingetjes aanmaken. En ik maak hier nog zo'n wijnding. Kan ik hem hier plaatsen? Oh, dit zit ervoor, die stomme shit. Oké mensen, voor een leuke video, geef vooral een groen duimpje. Voor dit gewoon een wat saaiere game en dan snap ik het ook wel. Ik wou het gewoon proberen en kijken hoe jullie dit vinden dat ik dit vroeger heel veel heb gespeeld. Ik was eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe dit spel was. En ik vond het eigenlijk wel zo tof om weer een keer te spelen. Dus tot de volgende video. Doei doei!